in die na-competitie bij Veendam Willem II. De eerste vier wedstrijden zijn door Veendam allemaal gewonnen, misschien wel verrassend. Vandaag moest Veendam thuis op de Lange Leegte spelen tegen Willem II. Als het die wedstrijd zou winnen, dan zou het promoveren naar de Eredivisie. En dat zou heel bijzonder zijn, want de club bestaat 92 jaar en in die tijd heeft het eigenlijk nog nooit iets bereikt. Kijkt u voorafgaande aan de wedstrijd zelf naar een impressie van Jo Vernooy. Aan de Lange Leegte in Parkstad Veendam is een prachtig mooi stadion voor al duizenden man. Soms kan het er spoken en gaat het tekeer. Het publiek is geweldig en zingt alsmaar weer. Aan de Lange Leegte speelt een groot kampioen. Aan de Lange Leegte krijg je nu van katoen. Oost-Groningen, de naam Veendam, werkgelegenheidsproblematiek van door de jaren heen. Dan nog de naam De Lange Leegte. Kan niet goed zijn, zou je denken. Ik kan me voorstellen, als u dat zo op een rij hoort, dat die associatie van koud, kil, kaal, onwillig volk snel gelegd wordt. Maar dat moet ik ten einde malen bestrijden. Ook hier wordt brood gebakken en hier wordt ook uitzonderlijk goed brood gebakken. Dat wil zeggen, hier wordt ook goed product verkocht en goede producten gemaakt. Ja, Lange Leegte wordt het even genoemd. Dat horen we ook zo vaak. Hè. De tegenstander die wil er niet naartoe, want die denkt dat hij ergens de rimboe in gestuurd wordt. Nou, u moet maar eens zien. Het ziet er allemaal keurig vriendelijk uit. En de Lange Leegte heeft niets te maken, dat woord leeg heeft niets te maken met dat stukje kaal, kil en leeg. Het heeft namelijk te maken met het woord laag. Het heeft te maken met vroegere jaren, de afgraving, hoogveen, laagveen. Het woord leeg is een Gronings woord voor het Nederlandse woord laag. Dat is de hele simpele verklaring en niet anders dan dat. Ik heb alles meegemaakt hier in Veendam. Ups en downs. Met moeilijkheden, financieel probleem, alles, totaal alles. We hadden te maken 2 jaar geleden nog met een aantal ongeveer van 1000 toeschouwers. En we spreken nu over getallen in de na-competitie over 10.000 toeschouwers. Dus het lijkt me voor de hand liggend dat je accommodatie daar ook bij aanpast. Die kun je niet meer aankomen met deze accommodatie. Ik vind dat dit niet past bij een betaalde organisatie die waarschijnlijk in de Eredivisie zal plaatsnemen. Wat gaat er nou precies veranderen? Nou, die notabene zullen dus natuurlijk verdwijnen. En op de plaatsen waar nu die notabunes te zien zijn, daar komen overdekte citroenes. Een hoop geld kosten. Dat gaat een hoop geld kosten. Maar ik denk dat het ook een stukje promotie voor de gemeente Veendam is. Dus we mogen best een beroep op de gemeente Veendam doen. En daarnaast stelt de KVB qua veiligheid een aantal eisen. En daar moet je ook op inspelen, denk ik. Voor de tegenpartij is het hier echt een held aan de Lange Leegte. Ik hoop dat we vanavond ben. Ik hoop dat we van verdorie hier niet meer worden. Ik kan eerst hier helemaal van ons leren. We zijn staat hier appels. Maar we doen ons best. 2 jaar geleden was het bijna over met uw club. Nou ja, financieel. Ik zag een zware hoogte en ik denk, dat kwam niet goed. Dat gaat mis. Maar er zijn een paar mensen opgestaan, de heer Dibbets en nog een paar anderen. En die hebben Veendam eigenlijk een diep dal gehaald hoor. Ik denk me nog altijd een raadsel hoe het mogelijk geweest is dat ze dat klaar gekregen hebben. Ik heb er diep respect voor dat ze dat klaar gekregen hebben. We willen verder. Bij een burgemeester lopen. Is ook klasse. Ook grote klasse is dat. Dit seizoen kan natuurlijk ook financieel niet meer stuk. En ik ben ervan overtuigd dat in het komende jaar ook nu door deze wedstrijden een vreselijk gezonde basis is gelegd. Financieel gezonde basis is gelegd voor een goed sportief en financieel succes van volgend jaar. Kom je dan van Bels? Joop Gal moet blijven. Die moet niet blijven. Aan de Lange Leegte krijg je